Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, schildersbedrijf J.A. Groen, hotelrestaurant In Den Hoof, Tofweb internetdiensten, Rederij Groen, Beltona Sports Rijswijk, De Lens Opticiens, Café de Renbaan, schildersbedrijf D. Hofman en Asta Casino. Hartelijk welkom vanuit de Sir Winston Entertainment Club in Rijswijk. We gaan weer praten over het amateurvoetbal. En dat doen we met vier nieuwe gasten aan tafel. Die ga ik zo aan u voorstellen. Dit is Haaglanden Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom inderdaad hier in de Sir Winston Entertainment Club. En we gaan dadelijk eerst praten over het amateurvoetbal van vandaag en de dag. Want er is weer gevoetbald het afgelopen weekend. Maar ik ga eerst de gasten voorstellen hier aan tafel. Aan mijn linkerzijde, Ton Boefink, voor de kijkers rechts. Ja, Ton, vooral bekend van ODB. Maar daar komen we straks nog wel op terug in deze uitzending. Naast hem Ron de Jager, dit seizoen. De hoofdtrainer bij SVC 08, zaterdag tweede klasse. Gaan we naar de voor mij rechterkant kijkers links, Hans Lamens. Ja, weer terug bij PGS Vogel, daar is hij op dit moment hoofdtrainer. Afgelopen zaterdag hebben ze het lekker gedaan tegen Loosduinen. Daar komen we ook dadelijk wel even op terug. En naast hem, ja, wie kent hem niet in het Haagse amateurvoetbalwereldje, of ook zelfs daarbuiten, ook gewerkt in Delft, Wim de Jong, hoofdtrainer van Die Hagen. En ook uiteraard alle mensen hier aanwezig, in grote getalen gekomen, hartelijk welkom. Ik heb het al gezegd, we gaan praten over het amateurvoetbal. Kijk ook even naar het voetbal van het afgelopen weekend. Ja, Wim, als ik dan eens ga beginnen in de zondag topklasse. Een club ja, waar jij zelf hebt gewerkt, met succes hebt gewerkt, HBS. Ik mag wel zeggen, toch een beetje een valse start, denk ik. Nou, ik denk dat André dat ook wel vindt en ik las ook door de regels heen dat André het enorm moeilijk heeft met de discipline. En ze willen liever twee keer trainen dan drie keer trainen. Dat gevecht ben ik ook destijds aangegaan en ik denk als je echt topklasse wil spelen en je wil mee in die topklasse, ja, dan zal je toch, waar ploegen soms ook al vier keer trainen, ja, dan zal je daar ook een slag in moeten slaan. En ik denk dat, ja, dat valt André tegen, gekoppeld aan natuurlijk dat de keeper Kamperveen al twee keer een rode kaart heeft gehad nu in die wedstrijden. Dus ja, dat speelt ook mee. Ja. Maar ja, goed, ik ken het als geen ander. En ik denk dat er zoveel veerkracht zit in de vereniging en in de ploeg, dat echt wel boven water komt. Dan gaan we een klasje lager kijken, Ron. Frans Dane, Kwik, buurman van HBS. Ja, die hebben weer een uitstekende start, mag ik wel zeggen. Ja, maar Frans die doet het ieder jaar wel goed bij Kwik. En die zitten natuurlijk ook al wat jaartjes. En dat is Frans van harte gegund. Die heeft altijd wel een goed voetballend ploegje. En dan ga je punten pakken. Ja. Kijk, we in diezelfde klasse, DRC. Ja, Ton, jij bent daar assistent trainer geweest van Rob de Lange. We begonnen met heel veel verwachtingen. Het zat wel tegen, maar goed, afgelopen weekend hebben ze het goed gedaan. Ze hebben het zeer goed gedaan. Ik had al mijn witte zakjes gehaald. Ik denk, dan gaat hij eraan, die Lange. Wat is het, 6, 7 jaar? Maar nee, hij heeft het toch goed gedaan. Je bent vrij, maar had je het over willen nemen dan? Nee, wil ik. Ik heb geen Albert Heijntas mee te nemen daar naartoe. Dus wat dat betreft, neem ik me gewoon zolang we even over de BE werken. Oké, nou goed, in diezelfde hoofdklasse Hans, Westlandia. Je hebt zelf ook jaren gevoetbald destijds bij Schavenzands SV, Westlandia. Ja, hebben het gewoon goed gedaan. Vorige week won AFC 34 nog bij Haaglandia. En ze pakken daar gewoon drie punten. Nou, als je weet dat Westlandia toch een beetje de boeg naar de zaterdag wil gaan gooien. Dan draaien ze in die zondagklasse nog best wel goed mee natuurlijk. Nou, kijken we naar RKVV. Prima start tegen Velo. Nou, juist geweldig, want ik denk de voorbereiding bij RKVV was bedroevend. En er waren heel veel zorgen. En Bas heeft het toch wat dat betreft goed op de rails gezet. En het kan niet op. Het is elke tegenstander die ze hebben, die gaat er gewoon naar huis. Met niet te weinig zaterdag. Ja, als je dan kijkt in diezelfde klasse, GDA, HMSA. Ja, ze hebben natuurlijk niet de minste clubs gehad in die aanvangsfase. Die Hagen, jullie hebben gespeeld tegen HMSA in de voorbereiding. Ja, staan toch met nul punten onderaan. Had je dat voorzien? Na de voorbereiding wel.
Ik denk dat ze vorig jaar met een redelijk elftal het goed gedaan hebben onder Richard Douw. Maar er zijn natuurlijk nogal wat spelers weggegaan bij Hamza. Ja, en ik denk dat er ook weinig achter zit met die clubs. En die gaan het gewoon heel erg moeilijk krijgen. En ik heb ook het idee dat ze dat ook niet zo heel erg vinden. He, ze bestaan dit jaar 100 jaar en ik heb echt het gevoel dat ze dat nog willen vieren. En dat het toch wel vrij snel daarna gaat ophouden daar. Een trainer, Dries Rauwani-Jos, die zei bij ons bij Haaglanden Voetbal... Ja, voor ons gaat de competitie eigenlijk pas komend weekend beginnen. Begrijp je zo'n uitspraak? Ja, dat ligt eraan. Ik denk, hun hebben dan de... Ik weet niet precies wie ze hebben gehad, maar als je in eerste instantie de twee kampioenskandidaten krijgt, of noem het maar op, en je bent zoveel spelers kwijtgeraakt dat seizoen, dan calculeer je waarschijnlijk de eerste nederlaag in. En dan wil je punten pakken tegen die ploegen die je daarna krijgt. Maar voor mij was dat niet aan de orde, moet ik zeggen. Want ik had me gelijk de eerste wedstrijd wel in de strijd willen mengen. Maar ja, je wint niet altijd. Nee. Goed, gaan we kijken in de tweede klasse ronde, FUK. Twee thuiswedstrijden, twee keer 8 doelpunten maken. Mark Moen had de lat al aardig hoog gelegd, dat deed hij vorig jaar al. Dat lukt niet, dit jaar deed hij dat dan weer. Ja. Maar goed, dat is lekker beginnen, twee thuiswedstrijden, 8 keer scoren. Ja, dat is ideaal voor Mark. Ja, die is vorig jaar ergens mee begonnen en dan moet je geduld hebben. Hij heeft natuurlijk bepaalde uitspraken gedaan vorig seizoen en daar is hij misschien van teruggekomen. Maar dit seizoen, tot nu toe, maakt hij het wel waar. Ja. En er staat gewoon een goed voetballend elftal met scoringsvermogen. En vorig jaar... Ja, zat het wel eens tegen en nu schieten ze die ballen er gewoon in. Concurrent in die klasse, tak 90, verbaas je dat, Tom? Nee, helemaal niet. Als ik zie wat er binnen is komen lopen bij tak en wat ze ook binnengehaald hebben, zowel op de zaterdag als de zondag, zijn beide ploegen doen het gewoon uitstekend. Gewoon, ik heb ook links en rechts zie je jongens lopen van, denk ik, nou geweldig. Ik loop het al eens op een gegeven moment bij de zaterdag. Ja, dat zijn ook niet de minste. En dat blijkt ook wel dat ze gewoon... kwaliteit hebben lopen en dat gaat ze toch uit. John Hermans is er ook heen gegaan, die zegt ook ja, geweldige ploeg, je moet gewoon strijden om een plek te veroveren. Nou, dat was daarvoor ook wel anders. Ze hebben goed eten daar natuurlijk. Ja, voor de buurt, dat is voor de buurt. Dat is voor de buurt. Dat is niet alleen voor de buurt hoor. Ja, zo'n Europese keuken. We hebben een keuken met twee, maar wij verkopen meer. Ja? Goed, gaan we van het zondag naar het zaterdag voetbal voordat we dadelijk alle gerechten gaan behandelen die daar... worden geserveerd de zaterdag, de topklasse. Ja, Ron, jij hebt jarenlang bij Scheveningen gevoetbald. Ik denk dat je de club nog steeds volop volgt. Uit bij Spakenburg. Normaal zeg je dan, ja, geweldig als je een punt haalt. Maar John Blok was duidelijk ontevreden. Ja, het laatst geven ze die wedstrijd weg. 2-3, vlak voor tijd en nog 3-3. En ik had gehoopt even op de beelden bij de concurrent van jullie zaterdagavond. Maar dat was niet zo. Anders kunnen we dat ook nog altijd even nakijken. Het is altijd leuk om Scheveningen nog te volgen. Ja. Dat is heel dicht bij huis. Dat was vlak voor tijd, hè? Dat Spakenburg nog gelijk al. Dat is wel zuur natuurlijk. Goed, klasje lager. Hans, niet onbekend voor jou. Juliana Sportpark. Ja, heb je een mooie jaar liggen als voetballer. Ja. Toen nog bij Schravenzand SV. Maar ja, dat Schravenzand dat zit nu in een pol. Nou, daar kunnen ze borst nat maken. Ja. Dat, tot nu toe lukt het niet zo heel erg. Nee, maar terwijl Schravenzand toch altijd aan het scouten is buiten de regio en om spelers te halen. En, ja, dat gaat ze elk jaar gaat ze net niet lukken. Ze zijn elke keer worden ze geen kampioen. Ze promoveren dan via de nacompetitie vaak. Maar het beleid daar zo is erop gericht om wel degelijk een topklasse club te willen worden. En dat was al in mijn tijd. Ze wilden het hoogste niveau spelen wat haalbaar was. Maar nogmaals, als je kijkt, die clubs die erin zitten allemaal, niet alleen Quick Boys, dat zijn clubs met begrotingen, dat ligt er niet op natuurlijk. Maar vergis je niet in Schavenzanden, daar zit ook wel wat. Ja. Maar hoe komt het dan dat ze toch die spelers niet aan kunnen trekken? Of? Nou ja, misschien dat ze, nou ja, ze trekken ze wel aan, ja. maar niet de goede waarschijnlijk. Ik denk dat gewoon met budget te maken heeft. Ja, als je kijkt naar een Katwijk, een Quick Boys, een Terlede, een Noordwijk. Ja. Die hebben gewoon meer budget als een Schavenzanden. Ja. Dat geldt voor Scheveningen ook toch? Die hebben ook een minder budget, maar die doen het toch goed? Ja, maar John die heeft goed in de breedte heeft die spelers benaderd. Ja. Ja. Zeker en er lopen ook een paar toppers. En ze doen het nu uitstekend. En ik denk voor Schavenzanden is dat toch wat lastiger. Nou, ik weet het niet. Als je naar Westlandia kijkt, die hebben toch altijd een voorname rol gespeeld in die klasses. En Schavenzanden blijft er toch altijd net een beetje achter. Ja. Er is altijd een strijd tussen Schavenzanden en Westlandia, wie het hoogste in het Westland speelt. Maar net in de voetballerij is altijd dat het tweede jaar is altijd lastiger als je
als het eerste jaar, zeker in de hoofdklasse. Ja. En het nadeel van Schavenzanden nu is, het is gewoon de topklasse light, hebben ze hem al genoemd, die klasse. Ja, ja, dat is gewoon een hele je ziet ook pool. Bijvoorbeeld in de klasse laag, in de eerste klas, HVC 10 gepromoveerd. Ja, dat doet toch in één keer doet mee. Ik bedoel, ze hebben het nu ook weer goed gedaan. Staan, ik geloof tweede op dit moment. Ja, staan tweede. Maar ik denk dat HVC ook een goed georganiseerde vereniging is. En ik denk dat datzelfde, of het nou de topklas is of de eerste klas, het gaat tegenwoordig om de faciliteiten die je kan bieden. En het hoeft niet altijd per definitie hoeft dat geld te zijn. Maar spelers willen gewoon komen en die willen gewoon iets leuks beleven. En die willen gewoon een leuke groep hebben. En op welk niveau dan ook en op welke manier dan ook. Maar ze willen gewoon samen dingen beleven. Ik denk dat dat nog steeds het mooiste is in de voetballerij. En die paar centen, dat ben je heel snel vergeten. Maar samen iets op pad gaan en samen dingen, daar heb je het over 20 jaar, heb je het daar nog over. En ik denk dat we dat een beetje uit het oog zijn verloren. Dat we ons veel te veel zijn gaan focussen op dat geld maar belangrijk is. Op hele korte termijn wel, maar ik denk op lange termijn absoluut niet. En ik denk dat je dan, zeker als je in de topklasse speelt of zoals Schavenzanden nu, dat het vooral gaat om een goed scoutingsapparaat. Dat het vooral gaat om een hele goede jeugdopleiding. Nou, dat heeft Westlandia wel. En daar zie je ook spelers van doorstromen in het eerste. Nou, als je dan 1 of 2 goede spelers kan scouten van buitenaf en je kan die faciliteiten bieden, ja, dan ga je iets kweken met elkaar en dan ga je zorgen dat je omhoog komt. Maar ik geloof niet in een team van buitenaf halen en dat je dat op lange termijn succes oplevert. Absoluut niet. Ik ga toch nog even naar de tweede klas, want daar ben ik niet zo gek van tijd om dit onderwerp te bespreken. SVC 08, Ron, ja, begon dit seizoen ook met allerlei verwachtingen. Vorig jaar uitstekend geëindigd. Het team is er niet zwak op geworden. Ja, dan moet die competitie zou jou zeker tegenvallen. Ja, dat is heel teleurstellend, Tom. Niet alleen voor de hele club en alle mensen die dagelijks met de club bezig zijn. Er zijn er vanavond ook weer een heleboel. En dat zie je de club. Ja, de spelers hebben natuurlijk ook bepaalde verwachtingen. En wij als technische staf. En tot nu toe maken we het niet waar. Nee. Dus er moet heel snel kentering in gaan komen. Ja, maar aan de andere kant wordt wel goed gespeeld. Ik bedoel, elke keer zit je er ook wel een tegenaan. En elke keer wordt het al weggegeven. Dus je mag ook blij zijn met het spelletje dat het in ieder geval goed op de mat hebt neergelegd. Kijk, dat je daar een beetje geluk bij moet hebben, dat moet iedereen hebben uiteraard. Maar ik denk wel dat het belang is ook hoe wordt er gespeeld. En niet alleen maar van, kijk, ik denk daar kan je ook een stukje tevredenheid hebben. Natuurlijk, 3 punten, daar zijn wij nog steeds doodziek van als je verliest, dat is duidelijk. Klopt. Dat hebben sommige spelers tegenwoordig ook minder natuurlijk. Als we verliezen, dan dan ook verloren. Klaar. Dat hebben wij nog steeds niet. Maar jouw competitiegenoot, die Hagen, gepromoveerd, daar wil je toch wel lekker meegedoen. Een niveau waarop de club thuis hoort. Maar dan word jij nu weer geplaagd door allerlei blessures. En ja, niet van die kleine blessures. Dat zijn blessures waar spelers misschien voor langere tijd eruit liggen. Ja, dat is ook heel erg lastig. Je hebt er een hele andere voorstelling van. Maar daar heb je mee te dealen. En dat is natuurlijk voor de speler in kwestie is het gewoon het meest trieste wat er is. Want die jongens die spelen niet. En ik stel wel een ander op. En ik speel inmiddels misschien wel met een half tweede. Ja, dan gaan er andere wetten gelden. Dan moet het op een andere manier gaan gebeuren. En als je dan je punten maar kan blijven sprokkelen in de hoop dat spelers weer terug gaan komen. Maar goed, SVC kijk, heeft gewoon een goede ploeg. En je kan beter een goede ploeg hebben en dan een matige start. Dan een matige ploeg en een goede start. Want uiteindelijk gaat ze dat toch uitbetalen. Ja. Goed, we gaan er straks over verder praten. Want ik mag even niet onvermeld blijven in het overzicht. Hans, knappe prestatie afgelopen zaterdag. Jullie uit bij Loosduinen. Gedoodverfde. Altijd lastig. Altijd lastig. En dan gaan we het 1-5 winnen. Goed, wij gaan naar het volgende onderwerp. Want inmiddels heeft Martin Verzaande plaatsgenomen aan de bar. Hij gaat daar praten met iemand. En ik denk dat hij ook wel inderdaad het altijd wel prettig vindt om daar aan de bar te staan. Ja, ik sta hier met Richard Lansink. Die is al 10 jaar lang de voorzitter van WIC in het Zuiderpark. Daarvoor is hij al 25 jaar heeft hij in het bestuur gezeten. We zitten hier met een aantal vertegenwoordigers van mooie clubs aan de tafel. Maar eigenlijk is WIC toch wel de mooiste club van heel Den Haag. En dat zeg ik niet omdat je de halve selectie hebt meegenomen. Nee. Nou, dat durf ik ook wat te zeggen. Nou, WIC is zeker een van de mooiste verenigingen uit Den Haag, vind ik zelf. Vooral nog steeds in het Zuiderpark. Samenhorigheid is goed. Ledenaantal wordt steeds beter. Iedereen heeft wat voor elkaar over. Een hoop vrijwilligers. Daar staat WIC voor, ja. Dit jaar 95 jaar bestaan of was dat vorig jaar al? Dat was vorig jaar. We staan in 2019 100 jaar. Nu heb ik je bij WIC de afgelopen jaren al met een trekker in de kleedkamer in je handen zien staan. Ik heb je de spelers zien omroepen. Ik heb je de kerstversiering zien ophangen. Is het zo dat jij vaker wel dan niet op de club te vinden bent? Nou, ik ben zeker vaak op de club te vinden. Als ik er even tijd voor heb, dan ben ik op de club. Maar dat is zeker 4 dagen in de week ben ik op de club, ja. En hoe combineer je dat met je werk?
Ja, ik ben horecaslager, ik ga elke dag 4 uur de deur uit. En dan ben ik om 4 uur weer thuis. En dinsdag en donderdag om 5 uur op de club. Dus even gauw douchen, eten. 5 uur op de club, gaan de jeugdtrainingen. En dan om 8 uur dinsdag wordt het overgenomen. Dan ga ik lekker kaarten. En donderdag, ja, dan wordt het een beetje iets later. Hoe hou je dat in? Ja. Dus dan ga je ook niet naar bed toe als je de volgende dag om 4 uur op moet? Meestal wel, maar dan hou ik mijn sokken aan. Dan hoef ik dat 's ochtends niet aan te trekken. Dan gaat het sneller. Ja. Aanstaande zondag, als ik het goed heb, komt bij jullie Remo op bezoek. Kun jij aan de mensen vertellen waarom ze allemaal naar die wedstrijd moeten komen kijken bij jullie? Ja, ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt. Als ik de wedstrijd van vorig jaar neem, was het eind van het seizoen, speelden we 0-0. Remo promoveerde toen, wij na competitie promoveerden mee. Dus ik denk dat ze nou wel gebrand zijn om te winnen. Remo doet het zeker zeer goed. Wij zijn goed begonnen, even 2 mindere wedstrijden. Dus wij moeten zondag weer aan de bak om minimaal een punt, of denk 3 punten het Zuiderpark te houden. En als jullie dan winnen, dan klinkt natuurlijk weer het clublied van Wick. Nu heb ik dat de afgelopen jaren al in heel veel verschillende variaties gehoord. Maar jij weet ongetwijfeld de officiële tekst. Hoe zit dat precies? Ja, wij doen meestal zo. Dan roepen we met z'n allen wiki, wiki, wiki. En dan is het hoi, hoi, hoi. Ja. En dan wiki, wiki, wiki. Hoi, hoi, hoi. Wikke de wik, wik. Hoi, hoi. En dan mijn WIK gaat nooit verloren. Ja, dat is toch... Dat is kippenvel. Jullie zijn de buren van ADO Den Haag, van het jeugdcomplex. Dat is heel erg lang onzeker geweest wat daarmee ging gebeuren. Kun je iets over vertellen hoe het er nu voor staat? Ja, het staat er heel goed voor. Ook voor ADO Den Haag jeugd, maar zeker ook voor WIK en HDV ook. We werken nou samen met z'n drieën. ADO heeft veel gebruik gemaakt van onze velden. Daarentegen mochten wij lekker op hun kunstgeld spelen. Dat is heel belangrijk, dinsdags, donderdagavonds en zondags een kunstgeld gebruiken. We hebben natuurlijk heel veel leden en maar 1 veld met licht. En zoals het er nu uitziet hebben we volgend jaar ook kunstgas, dus hebben we 2 velden met licht. Gaat heel goed. En heb jij op het complex van ADO, want het jeugdcomplex, daar schijnt hij wel eens rond te lopen, de grote Chinees van ADO al gezien? Nog niet. Ik heb hem nog niet gezien, want we hadden al wel besteld, maar hij is nog niet langs geweest. Nee. Nou ja, ik weet dat je eigenlijk geheel onthouder bent, maar voor maandag, deze keer... Maandag geheel onthouder. Voor deze keer, dan sluiten we maar even af met een biertje. Dankjewel dat je er was. Proost, dankjewel voor de komst. De bar Martin van Zanen met de voorzitter van WIK, Richard Lansink, Ton. Een man die ook al jaren meeloopt in de club. En dat zijn die gouden krachten bij een club, hè? Dat zijn hele, ja, dat zijn geweldige mensen gewoon voor een club. We hebben uiteraard een toernooitje gehad bij ODB. En uiteraard hadden we ook gevraagd of WIK wilde komen. Nou, hij zou direct bekomen. Nou, dan is het een strijd op het veld, maar ook nog eens een derde helft. En dan is er een geweldig feest geweest. En dan denk ik, ja, dat zijn toch wel hele mooie clubs. En laten we ook eerlijk zijn, dat het nog steeds bestaat, dat is natuurlijk wel geweldig. We hebben ook jaren gehad dat we dachten van, ja, gaat het wel goed, blijven we wel bestaan. Want je krijgt steeds minder elftallen. En ja, ik vind het zoals we het nu doen. En ook de aanloop die ze hebben van leden, ja, dat is alleen maar geweldig. Dat zo'n club nog steeds, met ook eigen middelen, blijft bestaan. Als we kijken naar Ronde bij SVC 08... Ik denk destijds de fusie, het was heel moeizaam om dat er bij met name SP 35 toen door te krijgen. Maar er is wel wat komen te staan daar zo. En daar heeft de club denk ik wel nu, plukt hij daar ook de vruchten van. Ja, het is een prachtig complex wat we hebben natuurlijk. Met 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden. Alles heeft licht. Prachtige kantine, top. Goede sponsors. Henk Groen, bekend in het Haagse voetbal, in de Haagse voetballerij. De man die het langste als clubsponsor fungeert. Vorig jaar hebben we er 35 jaar mogen vieren, dus ja, dat is gewoon geweldig. En ja, het is nog een slapend bolwerk, laten we het zo maar noemen. En daar doen we alles aan. Maar dat heeft tijd nodig. We hadden het er net nog even over. Alles heeft tijd nodig. Net schaven zanden. Oké, 4 speelt 0. Geef Knoester nou gewoon de tijd en dan komt het helemaal goed, want dat heeft hij vorige week, of vorig jaar, heeft hij dat ook bewezen. Maar alles moet tegenwoordig snel. Als we kijken naar jullie, een heel mooi complex. Kijk maar naar Wim de Jonge, die Hagen. Is er al licht het einde van de tunnel? Nee, het licht doet het niet meer. Dat is ook. Er is wel licht, maar dat zijn processen die enorm lang duren, omdat je te maken hebt met een afhandeling van een verzekering. Vervolgens wil je nieuwbouw gaan plegen. Nou ja, we willen eigenlijk hetzelfde als het SVC heeft, alleen daar is een complex van dik over de miljoen neergezet. Dat is gewoon absoluut niet haalbaar. Ja, dan ben je afhankelijk of de gemeente daar iets bij doet met het buurthuis van de toekomstverhaal. Ja, dan blijft het allemaal beperkt. Daar hopen we echt op dat we die kant op kunnen gaan. Maar is dat niet een verhaal wat steeds meer naar buiten komt, het clubhuis van de toekomst?
Ja, ik hoor overal zie ik zo'n bordje aan de deur hangen. Als ik op een gegeven moment in mijn eigen omgeving ga kijken, dan denk ik, buurt, je ziet helemaal geen mensen. Dinsdag moet je aan de automaat moet je een blikje trekken. Dan denk ik, jongens, ik denk juist de verenigingen die het echt nodig hebben, zoals dit moment, ook jullie op een gegeven moment, dat daar een gemeente veel sneller op in moet gaan. Ik word helemaal lui van dat verhaal van buurt van de toekomst. Ja, dan duwen ze een bloedbank in en dan duwen ze dit erin. Maar als je kijkt wat speelt op de velden, waar zijn altijd de mensen aanwezig? Ik bedoel, steun daar ook de verenigingen. Ja. Nou ja, Tom, je hoeft niet alleen dat bordje te hebben, want ik vind dat jullie gewoon ook geholpen moeten worden. Kijk, en veel sneller. Inmiddels praat je wel over goed 700 leden, dat is ook niet niks. Daarom. Maar er zijn subsidieregelingen en die gaan dan pas weer in maart 2015, dat je daarover kan beschikken. Ja. En daar moet je op wachten en dat is gewoon heel vervelend en je probeert wel allerlei garanties te krijgen. Maar dat is niet eenvoudig en tot die tijd zullen we moeten overbruggen. En dan is het een kwestie van, of is daar de beslissing in gevallen over verbouw of herbouw of nieuwbouw? Nou, er liggen nu allerlei plannen, maar het heeft natuurlijk enorm te maken met het beschikbare budget. Ja, dat is gewoon zo. En kijk, op het moment dat wij straks 7,5 ton hebben, ik noem maar even een richting, dan weet je dat je voor dat bedrag, of minder, maar in ieder geval niet meer, dat je er iets neer kan zetten. Ja. Maar dat is tegenwoordig ook niet zoveel meer, hoor. Dat valt heel erg tegen. Kijk, die kleedkamers zijn natuurlijk op Ockenburg ook verouderd. Ja. Daar zou je ook wel iets nieuws willen hebben. Maar dat is gewoon onhaalbaar op dit moment dus. Ja, maar dat bedoel ik ermee te zeggen, dat zo'n club met zoveel leden, die moet gewoon extra aandacht hebben. En dan heb ik zoiets van, oké, het is een prachtige club, het gaat goed. Ja. Nou goed, ik ben al heel blij met de aandacht nu hier aan tafel daarover. Hè? Want alles daarin, dat helpt gewoon. Want je merkt gewoon dat het voor de club niet goed is. Nee. En we zijn natuurlijk dolblij met PGS Vogel, hè, want daar hebben we het prima opvang. Durf je dat gewoon hard op te zeggen? Nou, met hem? Anders sta je buiten. Weet je waar het op blijft hangen, Beun? Ze hebben 100 dames, geloof ik, en die kaptafels in die kleedkamers. Daar blijft het op hangen. Ja, de stroomkosten van de feuns. Ja, die feuns. Maar daar heb jij niks op. Heb jij het nodig, hoor. We zijn er weer, hoor. PGS Vogel, gezellige club, Hans, want je bent er niet voor niks teruggekomen. Ja, nee. Dus, ik heb er eerst 3 jaar gezeten. Daarvoor kwam ik al kijken toen mijn zoon daar speelde. En ik ben dan naar Erasmus toe gegaan. En toch altijd op zaterdagmiddag gaan kijken, omdat mijn zoon daar speelde. Nou, op een gegeven moment kwam de vraag dus of ik interesse had om het weer op te pakken. Want het was aardig teruggelopen. Ja. En ik moet zeggen dat we nu weer een lekkere selectie hebben en dat de vereniging weer leeft. Ik zei het er net al, knap afgelopen zaterdag 1-5 winnen bij Loosduin. Gedoodverfde titelkandidaat. Ja, daar hadden ze niet op gerekend, denk ik. Is dat een van die 31-0 of niet? Nou, nee, maar goed, ook een ploeg die er aardig wat bij gekregen heeft. En ik hoorde de trainersduo zeggen, wij gaan voor de titel. Praten, maar je moet het allemaal bewijzen op het veld, toch? Dat is helemaal waar. Ja. Goed, we zitten hier met nog wat mensen vanuit het zaterdagvoetbal aan tafel. Daar gaat het allemaal prima. Maar ik denk dat het zondagvoetbal een beetje aan het afkalven is. Zeker hier in de regio. Dat mogen we niet last van. Dan heb je oude benen geen last van. Dat wordt ook gewoon, daar moet je ook aan de weg timmeren om je ledenaantal in ieder geval een beetje op te hebben, nummer 6 elftal. En ik vind dat moet minimaal gewoon een 8 elftal toe. En ik ben ervan overtuigd dat verenigingen in onze buurt, je ziet het aan Quicksteps, het wordt allemaal gewoon steeds en steeds minder. En ik denk ook dat we over een paar jaar gewoon, zijn haast geen elftallen meer. Ja goed, de oplossing, van de week zat ik met mensen te praten in een club, die zeggen misschien is het wel eens verstandig om zaterdag en zondag te gaan mixen en laten ze dan zelf maar bepalen of ze dan bijvoorbeeld op zaterdagmiddag om 4 uur spelen als het om een zaterdagclub gaat. Zijn er 2 zondagclubs, kun je gewoon op de zondag spelen. Is dat wat om bijvoorbeeld eerste klassers, tweede klassers gewoon, Wim? Nou, op topklassenniveau zie je het wel gebeuren, hè, dat ze ook kunnen uitwijken naar de vrijdagavond of de zaterdag of de zondag. Maar je hebt natuurlijk te maken, kijk als ik naar HBS kijk, die kunnen gewoon absoluut niet op zaterdag spelen, want dat hele complex zit gewoon bomvol met de jeugd. Dus die kunnen niet uitwijken en daar hebben natuurlijk heel veel zaterdagclubs hebben daarmee mee te dealen, dat gewoon niet past dan. Of zondagclubs, als ze naar de zaterdag willen. Dat is een veldenproblematiek, wat je niet zomaar kan oplossen. Of je moet de jeugd naar een ander moment schuiven, de kleintjes, maar dat doe je ook niet zo makkelijk. Dus het speelt overigens wel heel erg in West 2. West 2, hè? Klopt. Ja. Dat is de enige regio waar dit speelt. Ja. En je ziet wel op het moment dat daar een aanzet wordt gegeven, dat het uiteindelijk gaat steeds harder. Die zondag vierde klas is eigenlijk gewoon een hele trieste afdeling geworden. Ja. Dat is gewoon over. En ik denk over 3 jaar heb je geen zondag vierde klas meer. Nee. Nou, dat is een probleem geven voor trainers. Hè? Ik bedoel, kom je steeds meer trainers vrij. En die kunnen niet doorschuiven. Nee. Als je alleen op zondag kan werken, dan heb je een probleem meer. Ron, als je eens kijkt naar het, we hebben dan even over het afkomen van het zondagvoetbal. Maar het amateurvoetbal in zijn totaliteit, is dat ook niet een beetje kwalitatief, ook een beetje aan het zakken?
spelers hebben die er nog wel alles voor over? Als we dat vergelijken met misschien 10 jaar geleden. Dat is een hele goede vraag. Heb jij daar last van als trainer? Bij SVC op dit moment niet. De jongens die doen er alles voor. En er is maximale opkomst op de training. Ja, tuurlijk, af en toe kan iemand wel eens moeten overwerken of op vakantie. Dat gaat natuurlijk wel. Vroeger vakantie in het voetbalseizoen, dat kwam gewoon niet voor. Want je leefde voor de sport. Alleen deze jongens spelen op een niveau. Ja, die moeten af en toe eens op vakantie. En daar hebben ze groot gelijk in. Alleen wij mogen bij SVC 08 niet klagen. Dus die beleving is er wel. Maximale opkomst trainingen. Alleen als je kijkt naar het niveau en de kwaliteit, ja, dan is iedereen van mening dat het mogelijk wel ietsje achteruit is gegaan. Je hebt nu natuurlijk nu ook veel meer fysiek. Voetbalconditietraining wordt natuurlijk heel veel gedaan. Fysieke training, iedereen zit tegenwoordig in de sportschool. Voor allemaal klerenkasten. Ja, en wij waren vroeger bezig alleen maar buiten het voetballen. Ik voetbalde in een speeltuin. Dat bedoel ik. De beleving van voetbal was natuurlijk wel anders. Ik bedoel, in de kleedkamer werd over voetbal gesproken. Tegenwoordig dan zijn allerlei andere onderwerpen, geloof ik, aan de orde. Hoe kijk jij dat tegenaan, Wim? Nou, ik ben het wel met beide heren eens. Alleen ik denk dat het fenomeen dat je dat er veel minder slimmere spelers zijn. Daar loop ik wel tegenaan. Het voetbal gocht me. En Ron zegt het ook, waar leerde je dat? Dat leerde je op de pleintjes. Hè? Waar je als 6-jarige tegen 9-jarige voetbalde en waar je gewoon staande moest proberen te houden. En allemaal dat soort dingen, dat speelt gewoon mee in je verdere loopbaan. En je ziet nu, er zijn maar weinig voetballers die echt een wedstrijd goed kunnen lezen. We hadden het net in het voorgesprekje even over. Ik heb bij HBS heb ik Marcel Koning meegemaakt. Dat is een fenomeen. Die leest zijn wedstrijd en die is in staat als speler om maar twee dingen om te zetten. In overleg met een trainer. En het ging feilloos lopen. Nou, dat zijn uitzonderingen. Die zie je niet meer. Je had vroeger wel meer mensen die daarover nadachten en daarmee bezig waren. En dat wordt minder. En dat is wel zonde. Goed, we gaan straks in ons derde blok verder praten over voetbal. Want het is eerst tijd voor een rubriek die we dit seizoen dus weer nieuw hebben. Althans, vorig jaar hadden we ook de fluwelen trap. Dit keer het ouderwetse latje trap. En daarvoor gingen we dit keer naar het sportpark Madestein. Hans, we waren bij SV Loosduinen. Het lukte niet tegen PGS Vogel. We gaan eens kijken of het wel lukte met latje trap. Ik ben Justin Derlager, 26 jaar, speel bij Loosduinen en ga de 2 op de lat schieten. Ik ben Sam van Poorten, ik ben 29 jaar, ik voetbal bij SV Loosduinen en ik ga daar 1 vanaf de middenlijn op de lat schieten. Dat is een zeer mooi streven van de heren van Loosduinen en dat zou in het klassement betekenen dat ze voorbij Haaglandia gaan. De eerste bal van Justin, eens even kijken. Dat scheelt niet veel, die gaat net onder de lat. Tweede bal van Justin, kijken of dat wat meer gaat brengen. De tweede bal, die vliegt een paar meter naast het doel. Dat is niet goed. We gaan kijken, de derde bal. Hij heeft nog een kans. Die gaat goed richting goal, maar ja, ook die mist toch de hoogte. Sam met zijn eerste bal. Oei, die vliegt net over. Dat is jammer, de richting was goed. We gaan kijken naar de tweede bal. Die zwaait een beetje af en die gaat een metertje naast het doel. De hoogte leek goed te zijn. De laatste bal voor Sam. Even kijken. Die gaat ook naast het doel. Hoogte was wel weer goed, maar daar bereiken we weinig mee. We gaan kijken hoe Justin het er vanaf brengt vanaf de 16 meter lijn. De eerste bal voor Justin. Oh, die gaat een half metertje over de lat. Dat is niet goed genoeg. De tweede bal. Die gaat ook over. En de derde bal van Justin. Dat scheelt heel weinig. Heel weinig. Maar ook die laatste bal van Justin, die gaat er niet op. Ja, dat is toch heel jammer voor Justin. Hij krabt zichzelf even achter zijn oren, want hij weet het. 0 punten voor hem. Ja, en dan is het toch Sam die de eer moet gaan redden voor Loosduinen. Kijken of het hem lukt. De eerste bal. Die gaat een half metertje over. Niet goed genoeg. De tweede bal van Sam. Oh, die gaat goed en die is op de lat. Ja, eindelijk. Het eerste punt voor SV Loosduinen is binnen. Nou, schiet die tweede er ook maar gelijk op dan. Ja hoor, de tweede ook erop. 2 punten voor SV Loosduinen. Dat betekent dat ze een tweede plaats nemen in het klassement. Weliswaar onder Haaglandia, maar toch 2 punten voor SV Loosduinen. Over 2 weken zien we wie de volgende deelnemers zijn aan de fluwelen trap.
Ja, het bekende latje trap. Wij noemen het nog steeds de fluwelen trap. Want ja, je hebt toch een fluwelen trap nodig om die lat te raken. Loosduinen, het lukte twee keer, althans van de 16 meter lijn. Dat betekent dus inderdaad twee punten. Hans, was voor jou vroeger een... Appetijtje. Ja, hè? Ja. Nog steeds? Hij tikte met zijn hoofd aan. Ja. Nog steeds? Nou, nee, niet. Ik moet nou geopereerd worden aan mijn knieën, dus dat gaat niet meer lukken. Nee, maar, excuus. Maar vroeger, ja, als je toch een beetje fluwelen trap had, dan kon ik hem aardig raken. Ja. Dus bij jullie nog wel eens, Ron, zoiets, latje trap? Af en toe, soms. Ja. Niet iedere training. Maar nee. Je hebt liever dat ze hem erin schoppen? Precies. Ja. Dat is broodnodig. Oké. Okay. Ja. Goed zo. Goed, latje trap, iets heel anders. We hebben natuurlijk vorige week kunnen zien, ADO Den Haag. Nemen van strafschoppen. Ja, aanfluiting, hè, Tom? Ja, dramatisch. Ik denk ook een stukje onderschatting. En dan zie je ook bepaalde spelers aan aanloop. Denk, ah, we komen hier, doe ik wel even. Ja, nou. Ja. En dan zie je gewoon wat er allemaal verkeerd kan gaan. Word je gek van, hè? Als je op de bank zit, Wim, en je ziet zoiets gebeuren. Denk ik als trainer zijn, ja. Maar dat geldt ook in een wedstrijd. Ja, maar goed, ik denk dat het met een penalty. Ja, 9 van de 10 keer is het gewoon een kwestie van blijven kijken. En dat gebeurt bijna niet. Je kan wel een hoek kiezen, maar als je ziet dat die keeper gaat, moet je in die hoek niet, dan moet je kunnen wijzigen. En dat is best wel trainbaar. Ja. Maar ja, penalty, weet je, die, per definitie, die moeten gaan in. Alleen, we schijnen daar in Nederland wel heel erg veel moeite mee te hebben, op alle niveaus overigens. Hoor. Dus, Hebben jullie vaste strafschoppen nemen binnen de club? Ja. Ja. En wat ik me zo voor kan stellen, ik ben zelf vroeger keeper geweest, dat het heel vaak is zo dat een doelverdediger, als die rechts is, dan is ook rechts vaak zijn... Zijn sterke kant. En het liefst heb je die strafschop rechts. En als die links is, heeft hij vaak links. Letten spelers daar nou wel eens op voor een wedstrijd? Bijvoorbeeld bij de warming-up. Of als een keeper bezig is, of die links of rechtsbenig is? Nou ja, het wordt wel, ja, maar het wordt wel meegegeven aan spelers. Dat je, kijk, je moet natuurlijk in een minuut moet je weten in een wedstrijd of je tegenstander of een keeper links of rechtsbenig is. Dan weet je hoe je hem op moet jagen. Ik bedoel, dat zijn wel dingen, ja, die probeer je mee te geven aan de voetballer. En ja, of ze daar altijd rekening mee houden, dat weet ik niet. Maar ja, wij geven vanuit onze kant geven dat wel mee, ja. Doen jullie dat ook, Ron? Ja. Als jullie wel nee zeggen. Ja, kijk, een speler die rechtsbenig is, dan is het makkelijkste om hem links van de keeper te trappen. Want dan draait de bal van de keeper weg. Dus de andere hoek, dan komt hij eerst naar de keeper toe. Of je moet een streep in de kruising geven. Dus mijn voorkeurshoek was altijd... Zeg maar rechts, gewoon van jezelf, als je rechtsbenig bent, en links van de keeper. Alleen op een gegeven moment ging altijd recht. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar dat is wat Wim zegt. Als je gewoon naar de keeper kijkt, dan, dan weet je, als hij naar die hoek gaat, dan moet je hem gewoon in een andere hoek neerleggen. Alleen heb jij dat geduld en heb je het overzicht. 9 van de 10 keer gaan ze zo naar een bal toe. Ja. Nee. Jij schopt hem vroeger dwars op net heen, geloof ik, Tom? Ik heb wel een paar ingeschoten, ja. Maar ik vroeg me ook, je hebt gekiept, heb jij er wel eens één tegengehouden? Oh jee. Ik heb één keer met je mogen spelen, maar het duurde geloof ik 20 minuten. Dus was ik gelijk aan het ziekenhuis, omdat je verkeerd viel, geloof ik. Ja, dat kan gebeuren, maar dat was wel... Maar gelukkig werden we toen wel eerste toen je weg was. Dat was ook wel. Maar het was voor mij een hele lucratieve wedstrijd, dat weet ja, ik dat, wel. Ja, ik weet het ook nog wel, ja. Goed, we gaan het hebben over het trainersvak. Ze zeggen wel eens, trainers, dat zijn passanten. Dat zijn trainers in feite ook, maar als ik nu kijk met waar we hier aan tafel zitten, zeker met drie mensen, ja, die voelen zich denk ik meer dan een passant bij een club. Wim, om met jou te beginnen, ja, bij de clubs waar je gezeten hebt, ik weet bij Duno, nu ook bij Die Hagen, ja, ik denk dat jij meer doet dan alleen maar even die twee keer trainen per week en dat wedstrijdje begeleiden op de zaterdag. Aha. Voor zover je werk dat toelaat. Nou ja, dat is ook zo. En je moet je daar ook prettig bij voelen, hè, om dat te doen. Het moet niet iets zijn wat opgelegd wordt, want dan past dat niet meer bij je. Maar ik vind wel tegenwoordig, als jij een betaalde kracht bent binnen een vrijwilligersorganisatie, dat je meer moet brengen dan alleen het trainingsvak. En dat je meer moet brengen voor die club dan alleen dat twee keer op het veld staan en die zaterdag. Want je bent toch een uithangbord van die club. En ja, je merkt ook als je dat doet, dat je daarin heel snel toch wel mensen meekrijgt in je enthousiasme. Nou, ik denk dat dat een drijfveer is. Ja. Dus ja, ik vind het logisch. Ja, Tom, jij hebt heel wat jaren bij ODB ook gezeten. Mm-hmm. Uitgeroepen tot trainer van verdiensten, lid van verdiensten kennen we. Trainer van verdiensten is iets heel nieuws. Je bent ook een soort ombudsman, hè, bij de club. Nee, maar ik denk wat Wim ook zegt op een gegeven moment. Tom Bom. Ja, Tom Bom. Ja. Ja. Nee, ja. Maar het gaat gewoon, als je een club kunt helpen. Hij ruikt ook een beetje zuur. Op wat, ja, maar je komt wel goed. Zure bom. Ik weet wat hij allemaal doet daar bij PGS.
Maar het feit dat je moet gewoon daar aanwezig zijn. Wil je op een gegeven moment de club nog ook naar buiten toe vertegenwoordigen? Er zijn nog zoveel dingen die moeten gebeuren. En we hebben natuurlijk overal zie je het staan, vrijwilligers gevraagd. En wat hij ook aangeeft, het moment dat je er zelf een beetje tussen gaat lopen, joh, zou jij niet zo willen doen, dan zijn mensen vaak bereid. Mensen komen niet meer zomaar naar binnen lopen van, joh, zal ik eens dat eens opnemen? Je moet altijd mensen benaderen. Mensen willen ook gevraagd worden tegenwoordig, terwijl ze zien wat de problemen zijn. Alleen ja, problemen ja. Is het bier niet koud genoeg, ijsklontjes en te klein, ja, dan krijg je dat gezeik. Maar ik vind gewoon eerlijk, doe wat voor je club. En dat geldt ook voor ouders. Nee. En breek niet je nek om alleen maar gelijk weer weg te gaan. Maar dat heb je nu nog steeds. Hè? Ik bedoel, je bent nog niet weg bij ODB en je hoeft het veld nog niet op te wandelen en dan is het. Dan heb je even tijd. Maar dat komt ook omdat ik denk dat is het gevaar. Als je natuurlijk wij hebben een goed bestuur. Maar als je natuurlijk alleen maar op de club bent en alleen maar de problemen aanhoort en alleen maar problemen moet oplossen, dan gaat de lol ook gewoon weg. En daar heb je het al wat hij aangeeft. Je moet zelf nog wel plezier hebben. Hè? Ik hoorde net Richard op een gegeven moment, ja, ik ga nou een kaartje leggen, laat me nou eens even met rust. En dat zijn hele belangrijke dingen gewoon. Ja. En mensen denken dat het allemaal vanzelf gaat, maar dat gaat niet vanzelf. Hans, jij bent bij PGS Vogel, daar ben je ook niet voor niks teruggegaan. Ik weet het ook uit het verleden. Jij bent ook een gezelligheidsmens, een gezelligheidsdier. Nou, derde helft van jou te belangrijk. Ik ben een beetje overdreven dit. Nee, hier word ik even niet goed voor. Lekker gezellig. Nee, maar kijk eens. Heb je geen gezellig gaan zitten aan de bar, maar als er niemand bij komt zitten, dan is het leuk. Dat was ook wel. Ja. Af en toe zet ik nog een glaasnootje op, maar dat maar bij ons is het, er is één man die bijna de hele vereniging runt. En nu zijn we dan bezig om een wat breder bestuur voor elkaar te krijgen. En dat merk je wel. Kijk, dat gaat ten koste van andere dingen. Als je een organisatie neerzet met 4, 5 mensen die allemaal wat doen. Pas geleden is de voorzitter overleden, ja. Maar die was in principe eigenlijk maar uit naam voorzitter. Maar dat was wel een man die charisma had. Hè. Als er een vergadering belegd moest worden, dan zat hij daar. En nu alles komt op Ton Oppers zijn nek neer bij de club. En nu zijn er gelukkig wat mensen opgestaan die daar wat willen gaan doen. Maar zou je dat niet hebben, dan wordt het toch lastig voor zo'n clubje om zich staande te houden. Ja. Probleem hebben jullie bij SVC 08 niet. Ik bedoel, daar heb je natuurlijk een gedegen bestuur, veel commissies. Ja, ik denk dat het daar organisatorisch wel goed voor elkaar zit. Mensen hebben natuurlijk altijd te weinig. Ja, maar binnen SVC is het echt top geregeld. Ja. Dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen daar achter de schermen bezig zijn om alles voor elkaar te krijgen. Ja, en SVC groeit ook. We hebben het er net ook nog even over gehad. Van, ja, je zit ook met veldbezetting. Hoe laat moet je die kinderen gaan laten spelen? En je wil de oudere teams, hè, de veteranen, moeten die om 4:15 of om 4:30 een wedstrijd gaan spelen? Nee, die willen ook lekker nog de kantine in. Dus dat is allemaal aan de hand. Dus, dan zit jij nog niet zo heel lang in het trainersvak. Je was hiervoor assistent trainer bij SVC 08. Daar zitten hier drie geroutineerde mensen die al langer meedraaien. En ook die voor wie bekend is dat ze ook veel meer doen. Wat ik net al aangegeven heb, dan alleen maar dat twee keer trainen, die begeleiding op die zaterdag. Zie jij dat ook zo'n functie voor je? Of jij bent dan misschien een wat nieuwere trainer? Of zeg je nou, ik ben aangesteld om te trainen en ik moet zorgen dat dat goed gebeurt? Nou ja, goed. Ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik binnen de jeugd heel veel gedaan, binnen SVC 08. Nou, vorig jaar ben ik dan assistent trainer geworden bij Marco Lange. En ik heb nu de kans van de club gekregen om hoofdtrainer te zijn. En ik moet eerlijk bekennen, dat gaat aardig wat tijd en energie in stoppen. Dus op dit moment heb ik gewoon alle energie nodig bij het eerste elftal. En vooral als je natuurlijk zo weinig punten had in het begin. Want die raak je ook goed kwijt, Tom. Ja. Nee, dat is waar. Dus ja. Er is werk aan de winkel. Dus ik moet me voornamelijk met het eerste elftal momenteel even bezighouden. Ja, nou, was hij jeugdtrainer bij een club. Hoe belangrijk is dat een hoofdtrainer ook wellicht in het verleden jeugd getraind heeft? Of zeg je van, dat is helemaal niet zo belangrijk? Of, nou, is, het, ja, of is het een pre? Nou ja, nee, het hoeft niet per se. Maar ik denk dat je je wel moet verdiepen in alle geledingen van de club. En dat je moet weten wat er speelt. En het scheelt natuurlijk ook. Hè. Als je zelf kinderen hebt die voetballen, dan ga je daar automatisch groeien daarin. En dan zie je dat. En ja, ik heb ook wel eens een functie bekleed van technisch coördinator. Nou, als er iets vervelends is, is dat het wel. Want als je dan naar je mailbox kijkt elke dag, en zeker bij een club als HBS, ja, dat moet je gewoon niet willen daar. Hè, dat kost zoveel tijd om daar structuur in te krijgen.
Maar het zijn wel de sleutelfiguren binnen een vereniging om te zorgen dat het voor elkaar gaat komen. Ja. Zo'n functie, is dat niet meer een functie als je van nou, dan heb ik al wat jaren op het veld gestaan. Ik heb een stukje ervaring meegenomen. Mijn ambitie ligt niet meer echt 1, 2, 3 op het veld. Dan is misschien zo'n functie wel ideaal. Maar als je natuurlijk heel ambitieus bent en je wil nog eigenlijk wekelijks op het veld staan. Ja, dat heb ik zelf ook. Dat telt voor iedereen telt dat anders natuurlijk. Hè. Ja. Ik heb het meegemaakt dat je dan teruggaat, alleen dan moet je iets op gaan zetten. Kijk, als je in een geoliede machine terechtkomt en je bent puur bezig met het selecteren en doorselecteren van jeugd, is het nog een ander verhaal. Maar ik was wel hartstikke blij dat ik weer terug kon naar het veld en dat ik gewoon... Ja, iedere trainer zegt altijd, het is de kleedkamer waar het om gaat. Hè. Het is de wedstrijd en de kleedkamer. Dat zijn de mooiste dingen die er zijn, want daar gebeurt het meeste. Ja, daar had ik wel weer behoefte aan, omdat, en ja, dat is niet tegengevallen. Nee. Het was voor jou niet dat je zegt, van, een stapje terug, want ja, de tijd, je bent hetzelfde hier aan kwijt bent, denk ik. Ja, misschien als jeugdcoördinator of technisch coördinator ben je misschien nog wel meer tijd kwijt. Ja. Want je bent eigenlijk iedere dag bereikbaar voor de club, dus dat is nog een ander verhaal. Jij wilde ook daarop ingaan net, Tom? Nou, dat vind ik ook. Ik bedoel, dat is best een baan waarvan je zegt, ik help ODB gewoon. Maar ik zou op een gegeven moment doorgaan op het veld blijven, en dat blijf ik zeggen. Ik bedoel, zolang het is, probeer je dan een vereniging te helpen. Maar ik heb ook gezegd, oké, dan ga ik ertussen aan de trainer staan en ik help de jeugd en noem maar op. Jeugdtrainers aannemen. Je bent dit jaar al even een paar weken ook trainer van de A-jeugd geweest. Ja, we hebben dit jaar weer een A-team en dan blijkt op een gegeven moment, ja, waar moet je die jongens dan gaan indelen? Hoe wil je dat? Moet je beoordelen? Nou, dan heb ik een aantal weken op het veld gestaan. Nou, dan zeg ik, oké, leuk, aardig, maar we zijn blij met de A, maar het moet wel voor ODB belangrijk zijn dat we dan ook voor de toekomst wat hebben. Nou, dat gaat goed. En dan hebben we een nieuwe A-trainer genomen, Dennis Jong. Ook de oud-voorzitter van de Hercules en doet het gewoon geweldig. Goed, met andere woorden heren, we zien het, het trainingsvak is belangrijk, kleedkamer is belangrijk, maar ook alles wat er omheen zit. Kijk naar de tijd, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Ik dank allereerst mijn gasten hier aan tafel, ik wens jullie nog heel veel succes. Het seizoen is nog heel erg lang met bij jullie club en uiteraard de mensen hier aanwezig in de Sir Winston Leisure Club, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in grote getale. Graag tot de volgende keer wat dit programma ook betreft. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, schildersbedrijf J.A. Groen, hotelrestaurant in Den Hoof, Tofweb internetdiensten, Rederij Groen, Beltona Sports Rijswijk, De Lens Opticiens, Café de Renbaan, schildersbedrijf D. Hofman en Asta Casino.